daar geschikt voor is. Meneer Amelburg, tevreden? Mevrouw Mulder, meen ik dat hij ook is, wil vragen of niet? Want het was niet helemaal duidelijk. Nee, zeg, ik denk dat ze er nog op terugkomt op het voorstel van het leger des Heils, toch? Maar ik weet niet in welk blokje ze dat dan doet. En met ze bedoelt mevrouw Mulder de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Ja, voorzitter, laat me anders eerst even de vragen allemaal beantwoorden. En mochten er nog vragen ontbreken aan het einde van mijn hele termijn, dan ben ik graag bereid om die nog in tweede termijn op te pakken. Ik had nog een vraag. Dan, voorzitter, niet in tweede termijn. Dan wil ik wel graag het antwoord aan. Ja, dat is ook aan, goed. Okay. Even aan het einde van de eerste termijn, dan kan mevrouw Mulder... Dan tel ik deze ook niet als interruptie, inderdaad. De staatssecretaris komt op. Even kijken. Mevrouw Mulder die vroeg nog naar tariefdifferentiatie... en wat het betekent dat in Nederland bedrijven die voorop of achterlopen, tariefdifferentiatie voldoende goed wordt toegepast. Met het besluit IPV worden producenten verantwoordelijk voor hun producten in de afvalfase. En producenten die kunnen ervoor kiezen om zich aan te sluiten bij een producentenorganisatie. En dan betalen ze ook een bijdrage aan die producentenorganisatie. Het is onder het besluit van UPV al verplicht voor producentenorganisaties om, als dat mogelijk is, die bijdrage ook te differentiëren. En dat betekent dat er bij de hoogte van de bijdrage ook rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de levenscyclus van producten en ook de herbruikbaarheid, de recyclebaarheid en ook de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. En het is aan de producentenorganisatie om daar afspraken over te maken met de sector. Dan had mevrouw Bousselik nog een vraag over de adviezen van de Raad van State, of ik die ga overnemen. Ik streef naar een spoedige en zorgvuldige invoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel. En die treedt naar verwachting op 1 juli van dit jaar in werking. Het advies van de Raad van State dat is opgevolgd in de algemene maatregel van bestuur, waarmee de UPV textiel wordt ingevoerd. En het aangepaste besluit is vastgesteld door de Koning en wordt op heel korte termijn bij de Kamer nagehangen. Dan de heer, ga ik naar het blokje circulaire keten, voorzitter. De heer Haverkort die vroeg of ik... Sorry mevrouw de staatssecretaris, er is toch een interruptie van mevrouw Bouchalit. Ja, voorzitter, dank. Sorry, ik moest hem er even erbij pakken, dat advies van de Raad van State. Want ik vond de staatssecretaris er toch vrij makkelijk overheen stappen. Want een van de zaken die de Raad van State aanhaalt is dat het een randvoorwaarde is dat producenten zich verenigen in een producentenorganisatie. Dat lijkt nu dus onder andere niet te gaan gebeuren. En ik heb maar één punt uitgelicht, er zijn andere. Wat doet de staatssecretaris dan met dit advies? Ik snap heel goed dat we snel door moeten, daar ben ik het ook mee eens. Maar we moeten ook gedegen werk afleveren. En de Raad van State heeft echt wel kritische kanttekeningen geplaatst. Mevrouw de staatssecretaris. We pakken dat allemaal op, voorzitter. En ik zal de Kamer daar natuurlijk ook lopend over informeren om te kijken wat voor een acties we hebben ondernomen en wat de laatste stand van zaken is. Want het belangrijkste is dat het gewoon gebeurt. Dank u wel voor de beantwoording. Dan kunt u verder gaan met het volgende blokje, alsjeblieft. Even kijken. De VVD had gevraagd, de heer Haverkort, of ik in het onderzoek naar belemmerende regelgeving kan meenemen welke inzamelmethode voor kleding het meeste oplevert. Dat zal ik meenemen in de verkenning naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van meer landelijke standaardisering van afvalscheiding en inzameling dat ook in het Nationaal Programma Circulaire Economie is aangekondigd. En de resultaten daarvan die zal ik dit najaar hebben. Ja, meneer Haverkort, geen zorgen. De rivier die doet alle toezeggingen vastleggen op een A4'tje. En die ga ik dadelijk ook voorlezen. Dus geen zorgen. Ja. Voor de staatssecretaris. Dan nog een vraag van de VVD over of ik aan Rijkswaterstaat kan vragen wat er voor nodig is om textiel dat met het restafval in de verbrandingsovens terechtkomt ook apart te verzamelen. Is er een landelijke optimalisatie-inzamelstandaard? Ja, dat zal meegenomen worden in de verkenning naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Via het van afval naar grondstofprogramma zijn er al handreikingen beschikbaar om gemeenten op weg te helpen bij het meer en beter scheiden ook van het textiel. De heer Haverkort vroeg nog naar een compleet overzicht van de verschillende stimuleringssubsidies die beschikbaar zijn. Een algemeen overzicht van beschikbare regelingen zal ik aan het RVO vragen. En zo'n overzicht is ook beschikbaar op rvo.nl overigens. Maar ik zal het
als meneer Havekort daar prijs op stelt, ook nog toesturen. Maar wellicht dat hij zelf ook even een blik kan werpen. Bedrijven die kunnen met de vragen nu ook al terecht bij het versnellingshuis Nederland Circulair. Waar ik wel nog even op wil wijzen, want hij vroeg eigenlijk van een compleet overzicht van verschillende stimuleringssubsidies. Er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld heel veel lokale stimuleringsregelingen. Hè? Toen ik in Maastricht zat, hadden we ook acties die we ondernamen vanuit het stadsbestuur om de circulaire economie wat te ondersteunen. Dus ja, dat hebben we zo niet in beeld. Maar op RVO staan dus de grote subsidies overzichtelijk op een rij. De heer Havekort die vroeg ook nog of het denkbaar is dat inzameling via PostNL of DHL kan worden georganiseerd van retourkleding die je niet meer gebruikt. In een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn natuurlijk wel de producenten verantwoordelijk, ook voor het organiseren van de inzameling van kleding. En producenten zouden dus wel ook voor zo'n inzamelmethode kunnen kiezen. Het Rijk heeft daarin geen rol, maar de suggestie is natuurlijk wel een goede. Dan had meneer Havekort nog gevraagd naar het rapport over het financieringslandschap voor circulaire business cases en hoe gaan de gesprekken met bijvoorbeeld banken. Het rapport Circulair Financieren is openbaar en staat ook in het Nationaal Programma Circulaire Economie. En het bevestigt dat het voor circulaire MKB-bedrijven lastig is om financiering te krijgen. En we willen het bestaand instrumentarium beter toegankelijk maken. En we zijn ook in gesprek met de financiële sector over de knelpunten. En in die gesprekken met financiële instellingen zien we een bereidheid om aan de knelpunten op circulair te werken. En dat doen we in een werkgroep. Er is wel nog steeds voor circulaire bedrijven best wel een extra lastigheid om door de risicobeoordeling van banken te komen op dit moment. En de huidige modellen die zijn nog erg gericht op de lineaire economie. Er wordt dus aan oplossingen gewerkt, maar er is wel tijd voor nodig. Dan was er nog een vraag van de heer Havekort over de innovatieve bedrijven. Of ik die kan helpen door voor textiel in één keer een einde afvalstatus te vergunnen. Tweedehands textiel moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Op Europees niveau wordt gewerkt aan einde afvalcriteria voor textiel. En op basis daarvan wordt gekeken of het textiel nog bruikbaar is. En we doen daar als Nederland ook actief aan mee. En de kennis en ervaring die we op nationaal niveau opdoen in het kader van onze UPV textiel, onder meer over voorbereiding voor hergebruik en recycling van textielvezels, dat zal ik ook op Europees niveau onder de aandacht brengen. Dan had meneer Hammelburg een vraag over circulaire koplopers, waar die kunnen aankloppen. Ik vind het belangrijk dat circulaire bedrijven weten waar ze kunnen aankloppen met vragen wanneer ze ergens tegenaan lopen. Ze kunnen daarvoor terecht bij het versnellingshuis. En dat is opgericht om bedrijven te ondersteunen die willen werken aan een circulaire economie. En ze ondersteunen bedrijven bij vragen over kennis, over netwerken, over financiering en ook vragen over wet en regelgeving. Dan had mevrouw Mulder nog een vraag over, dat was eigenlijk over die Leger des Heils, over dat punt. Dat veel afval over de grens gaat in bulk. Dat moet in Nederland blijven om verbrand te worden en niet te worden gestort in het buitenland. De eenvoudigste manier om dat te bereiken is een verbod op export textielafval. En ze vroeg om een reactie op dat punt. Ja, die berichten zijn mij natuurlijk ook een doorn in het oog. En op dit moment is het al verboden om afval te exporteren uit de EU. Dat gestort gaat worden of wordt verbrand zonder energieterugwinning. Binnen de lopende herziening van de EVOA. Ik wil dadelijk nog even waar die afkorting voor staat. Europese verordening overbrenging afvalstoffen. Heb ik ingezet op een verbetering van de controle op een goede verwerking van afval dat uit de EU wordt geëxporteerd. En afval mag dan alleen nog worden geëxporteerd als het wordt verwerkt op een manier die ook binnen de EU-regels past. Er zijn een aantal interrupties. Eerst meneer Havekort en dan mevrouw Mulder. Voorzitter, dank. En dank ook aan de staatssecretaris voor de beantwoording. En uiteraard alle vertrouwen dat u met de Griffie de toezeggingen goed vastlegt. Daarover geen misverstand. Dat rechtgezet. Vervolgvraag met name op dat puntje over stimuleringssubsidies en hoe banken en financierende instellingen daarin zitten. En begrip voor het feit dat een overzicht niet compleet kan zijn. Hè. Wel graag dat dat overzicht dan nog even extra. Want ook ik heb natuurlijk op die website gekeken. En dan helpt het om nog eens even ook vanuit het ministerie daar een compleet lijstje van te krijgen. Of een nagenoeg compleet lijstje.
Ik ben wel nieuwsgierig naar welke knelpunten de staatssecretaris dan met die financierende instellingen en banken tegenkomt. En of ze die ook nog op een, in een brief aan de Kamer, met de Kamer wil delen. En ook dat het lastig is, begrijp ik natuurlijk. Maar precies daar zit wel een heel groot punt waarbij we als overheid invloed kunnen hebben op het versnellen van het verder circulair maken van onze economie. Dus graag als de staatssecretaris dat nog kan aanvullen, kan toezeggen, ook die naar de Kamer toe. Mevrouw de staatssecretaris. Ja, voorzitter, wellicht om ook te voorkomen dat we elkaar de hele tijd brieven zitten sturen, wil ik graag ook proberen om een toelichting te geven die wellicht ook de heer Haverkort genoeg informeert. Als ik spreek met banken bijvoorbeeld of grotere investeerders, dan zie je eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats, onbekend maakt onbemind. Hè? Dus bedrijven of financiers weten vaak hoe bepaalde bedrijven die lineair produceren, hoe die werken. Zien daarin een bepaalde herkenning die ze al die jaren hebben gezien. Dus dat maakt dat het vaak aantrekkelijk is voor financiers om te zeggen van nou, dat herkennen we, dus daar investeren we in. Wat daarnaast heel erg van belang wordt gevonden door die financiers, dat is een uitspraak van de overheid dat wij ook een bepaalde koers gaan varen als overheid. En dat wij bijvoorbeeld ook vinden dat het belangrijk is om toe te werken naar een circulaire economie, dat wij daar de toekomst zien. Op het moment dat wij wiebelig zijn als landelijke overheid in ons beleid of in onze visies, of dat die visies om de twee jaar veranderen omdat we weer vinden dat we iets anders moeten doen, dan maakt dat het investeringsklimaat niet aantrekkelijker erop. Daarom ben ik ook zo blij dat we met dat Nationaal Programma Circulaire Economie stippen aan de horizon zetten, waarbij we ook al wat richting geven over wat we verwachten allemaal. Want dat gaat uiteindelijk ertoe leiden, hopelijk, als we met z'n allen ook afspreken dat we dan koers houden en daar naartoe werken, dat financiers ook gaan zeggen van nou oké, het is duidelijk wat de overheid wil. Ze gaan daar zelf ook in investeren. Ze gaan zelf ook op die manier werken. Hè? Dus bijvoorbeeld duurzaam en circulair inkopen zelf. Daar zijn we ook al mee bezig. We hebben een manifest laten ondertekenen door allerlei overheden om ook ervoor te zorgen dat iedereen zich heeft gecommitteerd aan het duurzaam en circulair inkopen de komende jaren, voor zover dat allemaal mogelijk is. Betekent hetzelfde met bijvoorbeeld elektrisch rijden. Zou je ook niet moeten willen als je zelf zegt alle bedrijven moeten in 2025 elektrisch gaan rijden, zeg maar, met leaseauto's. Dan moet je echt heel erg serieus overwegen wat je dan als overheid gaat doen. Hè? Want je moet ook het goede voorbeeld geven. Het gaat helpen als wij duidelijk richting geven en welke kant wij op willen. En daarin ook duidelijke keuzes maken. En daarom is dat Nationaal Programma Circulaire Economie zo ontzettend van belang. Ook voor investeerders. Meneer Haverkort. Ja, voorzitter. Ik kan de staatssecretaris volgen in wat ze zegt. Maar ik denk ook dat het dan juist van belang is om dat nog eens even heel concreet wel in een brief, en dat hoeft ook helemaal geen toezegging aan mij persoonlijk te zijn, daar gaat het natuurlijk niet om, maar wel dat standpunt van de overheid klip en klaar voor zowel het financierende bedrijfsleven aan de investerende kant als ook aan het ondernemende bedrijfsleven wat afhankelijk is van die investeringen glashelder is. En ik denk dat die mensen in het bedrijfsleven liever dat in een briefje nog even terugzien dan dat ze in 169 pagina's van het Nationaal Programma moeten grasduinen of de verslag van dit commissieoverleg moeten terugzien. Dus daar denk ik dat de staatssecretaris kan helpen. Wel bedankt voor de inhoud van de vraag, want ik ben het inhoudelijk wel met haar eens. Ik had ook nog een vraag, voorzitter, over het... ze gaf mooi aan dat Europa bezig is met criteria. We werken aan criteria waarbij einde afval voor textiel uniform wordt vastgelegd. En de hele concrete vraag die ik daarbij had, is heel kort overigens ook, wanneer dat het levenslicht gaat zien. Excellentie. Dat laatste moet ik even opzoeken met betrekking tot die brief. Die kan ik natuurlijk toezeggen, dat is geen enkel probleem. Het punt is wel dat ik ook weet dat wij daar gewoon ook echt oprecht mee bezig zijn. Dus ik zal dat dan nog een keer in kaart brengen wat daar allemaal aan gedaan wordt. Dank u wel voor de toezegging, mevrouw de staatssecretaris. Maar aan een brief hangt, dan moet er wel altijd een termijn aan vasthangen. Kan binnen een maand. Binnen een maand, dank u wel. Mevrouw Mulder.
Ja, voorzitter, dank. Want de staatssecretaris ging in eigenlijk op de suggestie van het Leger des Heils. Maar toch ook niet helemaal. Ze raakte eraan en ze zegt van ja, foute dingen exporteren is eigenlijk al verboden. Nou, dat weten we. Maar het wordt onvoldoende gehandhaafd en daardoor komen toch grote hoeveelheden terecht waar ze niet terecht horen te komen. En op het moment dat je het dus zeg maar anders inricht, en dat is eigenlijk wat hier staat in die brief van het Leger des Heils. Dan ga je dus eerst kijken van nou, wat is herdraagbaar en wat niet. En alles wat niet herdraagbaar is. En natuurlijk moet je daarover ook het gesprek voeren met afnemers verder op in de keten die het wel legaal nu nog doen. Hè? Want anders dan zijn we bezig met broodroof. Dat willen we ook niet. Hè? Maar alles wat niet herdraagbaar is, zou je dan hier in Nederland gaan verbranden. En ik denk dat dat inzicht geeft in hoeveel er nou werkelijk op de markt komt, waar je eigenlijk niet zoveel mee kan. Hè? En ik denk dat we dan gaan schrikken van de aantallen. En ik denk dat dat ook ons bewust maakt waar we mee bezig zijn. En dat ook weer een versnelling kan aanbrengen in het andere beleid wat we met elkaar aan het doen zijn. Daar zit de gedachtegang voor mij in. En ik wil graag dat de staatssecretaris daarop reflecteert. Dat mag ze ook doen in het debat donderdag. Want ik snap best wel even dat dit zo even voorbij komt. Maar hier zit een hele wereld achter. En ik voel me daar wel door aangesproken. En ik heb dus nu ook niet kant-en-klaar een oplossing van. Nou, ik heb hier een motie, dan gaan we het even zo indienen. Wijziging van beleid. Maar ik wil wel graag dat daar serieus naar wordt gekeken en dat daar een antwoord op komt. Mevrouw de staatssecretaris. Ik ben graag bereid om daar ook nog eens, misschien ook dat we dat één op één nog even kunnen doen met mevrouw Mulder, over van gedachten te wisselen. Zodat we donderdag daarover ook misschien iets meer de verdieping kunnen maken van zijn er nog acties op nodig. Een Averkocht, wil die betrokken worden bij het één op één of niet? Nou, iedereen die erbij betrokken wil worden, die is natuurlijk van harte uitgenodigd. Dus lijkt me goed dat we dat gesprek in aanloop naar donderdag voeren. Zodat we dan samen ook concreter kunnen zijn over dit punt. Wat we daar wel of niet van vinden. Dank u wel, mevrouw Mulder. Excellentie. Ja, ik was aan het einde van dit blokje, dus. Mevrouw Van Nes, even nog een interruptie. Ja, ik denk dat ik hem toch doe bij dit blokje. Anders heb ik het gevoel dat ik op het eind wacht. En ik merk namelijk dat ik op zich wel mooie woorden van deze staatssecretaris hoor. Maar ik snap de mooie woorden gewoon niet zo goed met het antwoord wat gekomen is op deze initiatiefnota. Ik snap niet zo goed als je dit hoort, zo van we moeten als Nederland een goed beleid maken. We moeten nu laten zien dat we circulair willen zijn in 2050. En als ik dan gewoon het antwoord lees op die 16 voorstellen die mevrouw Hagen heeft gedaan, ja, dan ik zie gewoon heel veel over, ja, gaan we nog een keer onderzoeken. Het wordt meegenomen in een evaluatie. Nederland gaat er wel in Europa voor pleiten, maar nee, in Nederland hoeven we het zelf nog niet te doen. Ik snap die reactie gewoon niet met het, als ik nu hoor, die toch wel ambitieuze woorden die deze staatssecretaris geeft. Waarom, zeg maar, is het dan op papier toch weer anders dan ik nu hoor? Voorzitter, de impact van de textielindustrie is heel erg groot. En het is belangrijk dat er actie wordt ondernomen. En we moeten ook met elkaar het gesprek blijven voeren over wat er allemaal nodig is, wat we al doen en wat er nog aanvullend nodig is. En ik ben het ook met mevrouw Van Es eens, we zijn er gewoon ook oprecht nog niet. Er is meer regelgeving nodig. Daardoor voeren we bijvoorbeeld ook op nationaal niveau die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel in. En ik blijf me ook volop inzetten voor ambitieus, niet alleen nationaal, maar ook Europees en internationaal textielbeleid. Want de textielindustrie houdt ook echt niet op bij de grens. Hoe goed en fijn het is dat we hier in Nederland al een heel aantal goede initiatieven hebben. Ik wil wel graag wachten wat er uit die Europese textielstrategie komt. En als dat nou niet voldoende is, dan kunnen we altijd nog besluiten om aanvullende maatregelen te nemen. Maar het is ook zo dat ik bijvoorbeeld de VVD hoorde zeggen eerder vandaag. We vinden het ook belangrijk dat er een gelijk Europees speelveld is. Wat met name heel erg van belang is, en dat merk ik bij bedrijven die om zijn, hè, dus die de omschakeling hebben gemaakt van lineair produceren naar circulair produceren, dat is dat het in het begin vaak echt wel een uitdaging kan zijn. Dat ze ook zien dat het in het begin vaak wat duurder is, want dan moeten ze ook van alles en nog wat aan productieprocessen opnieuw instellen. Maar uiteindelijk geven ze ook vaak aan, nou, het valt aan het eind van het liedje valt het nog best wel mee in vergelijking met de kosten die we maken.
Het beeld wat er ook is dat circulair produceren per se ook heel veel duurder moet zijn, dat klopt ook niet altijd. Het is wel belangrijk dat wij in het begin heel erg stimuleren. En daar hebben we ook allerlei regelingen voor. Dus ik vind het belangrijk dat de commissie ook weet dat er van alles en nog wat, ook op basis van initiatieven die vanuit de Kamer zelf zijn gekomen, wordt gedaan om te komen tot een goede strategie op het gebied van die circulaire economie. Ik begrijp dat mevrouw Van Esch graag zou zien dat bepaalde voorstellen per direct over zouden worden genomen. Maar het is in mijn beleving ook net heel erg van belang om te kijken wat er allemaal Europees ook op stapel staat. En dat we daar met name de druk en de lat hoog leggen. Zodat we ook een veel grotere impact kunnen maken dan dat wij alleen in Nederland het op een bepaalde manier doen. Mevrouw Van Esch, ik ga je nu een vijfde interruptie toekennen. Dan moet dat ook voor de andere gelden, ook meneer Haverkort. Want die was ook door zijn interrupties heen. Dus er komt nu gewoon voor in ieder een extra interruptie bij. Mevrouw Van Esch. Oké, dank voorzitter. Want ik merk wel dat ik vooral dat ik getriggerd word weer door deze staatssecretaris die eigenlijk zegt, ja, maar de VVD wil dat level playing field. Ja, maar dan denk ik, ja, maar we kijken eens wat een rijtje andere partijen hier zitten. En als deze staatssecretaris zegt, nou, ik vind die duurzaamheid en die koplopers, die vind ik veel belangrijker, dan kunnen we daarvoor gaan. Ik vind, zeg maar, het argument weer, ja, dan gaan we weer dat level playing field als argument gebruiken. Laten we dat nou eens een keer opzij zetten. En laten we nou zeggen, nee, als Nederland, als je koploper wil zijn, is dat dan juist niet de insteek die je zou moeten willen. Een level playing field is gewoon gelijk speelveld. We zitten in een Nederlands parlement. Ja, precies, voorzitter. En kijk, mevrouw de staatssecretaris. Het is ook echt zo dat wij met ons circulaire economiebeleid en ook met ons programma, dat wij echt wel ambitieus zijn. Hè? Ik bedoel, we willen in 2030 voor de helft circulair zijn en in 2050 volledig. Daar moeten we nog extra acties op ondernemen om dat ook allemaal te gaan halen. Hè? Dus daar zijn we ook volop naar aan het kijken. Maar de grootste impact heeft, want ik ga dadelijk over microplastics beginnen, dat is ook zo'n onderwerp, dat heeft alleen maar zin, echt zin, als je dat op een zo groot mogelijke schaal aanpakt. Als Europa achterblijft, dan is het zeker zo dat we niet moeten nalaten om nog aanvullende maatregelen te nemen. Maar we moeten ook ons heel goed realiseren dat er echt winst te behalen valt als je het op die Europese of globale schaal aanpakt. Daar maak je de grootste impact. Want als ik dan overga, voorzitter, naar de microplastics. Er is nog een interruptie van meneer Hammelburg, alsjeblieft. En meneer Haverkort ook nog. Uw vijfde joker, alsjeblieft. Maar eerst meneer Hammelburg. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, want ik hoor de staatssecretaris zeggen, we gaan even kijken wat er uit Brussel komt. We wachten af. We zijn heel ambitieus, maar we wachten af. En dat schiet mij wel in het verkeerde keelgat, eerlijk gezegd. De urgentie van een probleem is volgens mij door alle partijen hier aan tafel wel duidelijk gemaakt. Ook door de staatssecretaris. Nou, dan is er geen tijd om af te wachten. Want we weten precies hoe we met voorstellen uit Brussel gaan. Ze zijn belangrijk. Het is belangrijk om het Europees aan te pakken. Dat deel ik wel met het kabinet. Maar tegelijkertijd weten we met heel veel voorstellen, ik verwees eerder naar IMVO, Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hoe verschrikkelijk lang het kan duren. Jaren, 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 jaren. Ondertussen is er een lobby via de achterdeur in Brussel gaande. Ondertussen zijn er altijd wel een aantal lidstaten. En helaas werkt de besluitvorming zo in Brussel dat we unanimiteit nodig hebben. Maar weten we altijd dat er een aantal lidstaten dwars zullen liggen. Dus mijn vraag dan aan deze staatssecretaris, als ze nou echt meent dat we snel moeten en dat we aan de bak moeten en dat de lat hoog moet liggen, waarom dan niet, zoals andere ministers in het kabinet eerder ook al met Europese voorstellen hebben gedaan, zorgen dat je medestanders vindt, dan schrijf je gezamenlijk een brief op, dan doe je een oproep aan de commissie om te zeggen, we moeten sneller, we moeten verder gaan en echt op het hoogste niveau, de hoogste treden op die ladder. Collega Schijnemacher heeft bijvoorbeeld met 14 andere collega's hetzelfde gedaan op een onderwerp, op andere onderwerpen misschien wat minder, maar weet hoe deze tactiek werkt. Ik zou zeggen, bel haar dan op en zeg ons toe dat deze staatssecretaris dit dus ook gaat doen op dit onderwerp. Gewoon voorop lopen in Brussel. Ga maar lobbyen. Excellentie. Voorzitter. Ja, ik vind dat de heer Hammelburg enigszins tekort doet aan zowel mijn eigen inspanningen als de inspanningen ook van deze commissie en van mijn hele team. Die echt zeer ambitieus zijn als het aankomt op het realiseren van een circulaire economie. Maar de heer Hammelburg, licht ik daar graag nog een keer over in, want wij zitten niet vaak met elkaar in de commissie. Maar eigenlijk alles wat hij mij vraagt te doen, dat doen wij al.
Dus het is zo dat wij met koplopers samen bepaalde zaken agenderen in Europees verband. Het is zo dat ik op bij internationale bijeenkomsten de kennis die wij hebben als Nederland deel. Dat wij aanbieden om onze kennis zelfs die kant op te sturen om ervoor te zorgen dat er stappen gezet kunnen worden in Indonesië, in India, noem het allemaal maar op. Dus het is absoluut, dat vind ik ook geen suggestie die recht doet aan de werkelijkheid, als ik heel eerlijk ben, voorzitter. Wij doen echt heel erg veel op het gebied van aandacht vragen binnen Europa, binnen internationaal verband, samen met koplopers. Ik heb laatst ook met mijn Zweedse collega gesproken, ook om te kijken hoe we alles op het gebied van kleding weer hoger op de Europese agenda kunnen zetten. Nou, Zweden is een heel belangrijke producent, zoals de heer Hammelburg weet, met bijvoorbeeld een H&M die daar zit en nog een aantal andere grote ketens. Als we daar slagen mee kunnen maken gezamenlijk, dan maken we een flinke klapper. En we doen echt al een heleboel. Dus laten we nou ook niet doen alsof we achterlopen. Sterker nog, het is vaak zo dat als ik me in het internationale veld beweeg, dat er naar Nederland wordt gekeken als land, als voorbeeldland, van hoe wij zaken op het gebied van circulaire economie al hebben ingericht. Ja. En met collega Schijnemacher bedoelde de heer Hammelburg met onzekerheid gaan ze waarschijnlijkheid de minister van voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Alsjeblieft, van Hammelburg. Aan u het woord. Dat klopt geheel, voorzitter. En dank voor die aanvulling. Nee, kijk, geenszins een aanval, maar een aansporing. En ook een beetje gaslighting, als ik heel eerlijk ben. Want ik volg dit dossier wel degelijk. Ik ben een mede-indiener van de wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Was laatst nog bij kledingproducenten in Bangladesh. Weet hoe Nederland en Zweden, zeker via de posten, heel veel werk doen. Maar ik hoor tegelijkertijd de staatssecretaris zeggen, we wachten nog een onderzoek af. We gaan nog kijken wat er uit Brussel komt. En dan zit er ook wel een weg tussen. Dat betekent dat je ook tussendoor nog kunt lobbyen, dat je tussendoor aan de slag kunt gaan. Dus ik laat mij niet vertellen dat ik hier even in kom vliegen en niet weet waar ik het over heb. Ik volg het dossier wel degelijk. En die aansporing die blijft gewoon staan. En ik hoop dat de staatssecretaris die gewoon aanneemt. Excellentie. Ja, voorzitter, voor zover ik de aansporing nodig heb, hoor ik graag wat de heer Hammelburg zegt. Natuurlijk is het van belang om met collega's te spreken over hoe je zo'n stuk zo scherp mogelijk kunt krijgen. Dat is ook waar al onze inspanningen op gericht zijn. Het is echt niet zo dat wij in de tussentijd maar stilzitten en afwachten waar Brussel ooit een keer mee komt. Nee, wij zijn nu volop bezig, zowel via de ambtelijke lijnen als ook via de politieke lijnen, om natuurlijk met elkaar te schakelen met degenen die voorop willen lopen, hoe we in Brussel zo scherp mogelijk kunnen zijn als er voorstellen komen op het gebied van kleding. Dus we hoeven elkaar daarin denk ik niet de maat te meten, maar ik hoor wat de heer Hammelburg zegt, namelijk zorg dat u dat blijft doen in elk geval. Nou ja, dat doe ik graag, want dat doe ik al. Kijk eens aan. Meneer Haverkort gaat zijn laatste interruptie ook inzetten. Ja, voorzitter, ik kreeg van u een bonus en dat geeft mij de gelegenheid om nog even terug te komen op de grote verschillen in de opbrengst die gemeentes nu realiseren als het gaat om het inzamelen van textiel en kleding. Ik zei al, Den Helder, Schamelen, 1,5 kilogram per jaar, 7 naar 9 kilogram, dat is ook nog maar de helft van wat we met elkaar weggooien. En ook mevrouw Hagen gaf in haar reactie al aan dat juist volume heel erg bijdraagt aan het verduurzamen van textiel. De staatssecretaris gaf terecht aan dat ze in het onderzoek een aantal dingen mee wil nemen. Heel fijn. Ze gaf ook aan dat er wat handreikingen naar gemeentes gaan. En uiteindelijk gaf ze aan dat het ook, toen ik de suggestie deed om andere retourstromen voor busjes te benoemen, vooral ook aan de producenten is. En dan raak ik toch ook weer wat in de war. Want stel nou dat we met elkaar straks tot de conclusie komen dat datgene wat producenten met elkaar afspreken niet genoeg is. En we ook de ambitie hebben om in 2030 50% circulair te willen zijn. Met andere woorden, dan moeten alle gemeentes met elkaar op die, pak een beetje 10, 15 kilo inzameling terecht gaan komen. Wat gaat de staatssecretaris dan doen? Mevrouw de staatssecretaris. Voorzitter, daar waar aanvullende maatregelen nodig zijn om onze doelen te behalen, zullen we dat natuurlijk niet nalaten. Hè? Dus het is altijd zo dat we moeten kijken hoe we in samenwerking met gemeenten, maar ook met het bedrijfsleven, met alle partners in de keten, ertoe komen dat we onze doelen gaan halen. Die zijn ambitieus, dat weten we ook.
Maar als er aanvullende dingen nodig zijn, dan moeten we dat vooral ook doen. Er worden ook in het voorstel van mevrouw Hagen bijvoorbeeld bepaalde suggesties gedaan. Ik heb aangegeven dat we heel veel evaluatiemomenten inbouwen. Misschien nog wel te veel volgens mevrouw Van Esch. Die zegt van doe nou vooral van alles en nog wat. Maar het is ook belangrijk dat we kijken wat de impact is van de dingen die we wel doen. En als er dan nog aanvullende zaken nodig zijn, dan moeten we het ook niet nalaten. Maar we moeten dat wel doen in samenspraak met alle partners in de keten. Zijn er nog interrupties? Tot zover. Je kunt hier rustig verder gaan, mevrouw de staatssecretaris. Ja, over microplastics. Mevrouw Mulder die vroeg nog naar, of die gaf aan, Frankrijk heeft al actie genomen met de wasmachines. Waarom nemen we dat in Nederland niet ook over? En wat kunnen we leren van Frankrijk? Het gaat niet mij alleen om actie, maar ook om de effectiviteit van maatregelen. Maatregelen tegen microplastics die zijn echt het meest zeg maar effectief als je die neemt op Europees niveau. De commissie die heeft aangekondigd om een verplichting voor wasmachinefilters te onderzoeken. Dat is dan voorafgaand aan de herziening van de ecodesignverordening voor wasmachines. En dat is eind 2025. En op basis van de impactanalyse die de commissie laat uitvoeren, zal ik ook mijn standpunt bepalen. In Nederland wordt het gros van de microplastics uit wasmachines en uit kleding al afgevangen bij rioolzuiveringsinstallaties. Mensen kunnen er zelf ook voor kiezen om een microplastic filter bij hun wasmachine te plaatsen. Een nationale verplichting daarop is daarom op dit moment niet een van de meest effectieve maatregelen die er te nemen zijn. Dan vroeg mevrouw Mulder. Mevrouw Mulder. Sorry, mevrouw. Ja, voorzitter, dank. Dank voor deze toelichting. Ik kan me hier op zich wel in vinden, maar breder, zeg maar, het onderwerp microplastics. En ik heb het in make-up de afgelopen jaren me daar iedere keer sterk voor gemaakt. Nou, nu zien we het dan in deze vorm. Maar is dat iets waar de staatssecretaris wil proberen in Europa om wat meer snelheid in te maken? Dat is eigenlijk ook de vraag die daar natuurlijk voor mij ook achter zit. En ik snap alles wat ze zegt over dit punt net, hè, heldere beantwoording. Maar is dat iets wat zij kan en zou willen doen? En net als met de PFAS, dat je met een aantal gelijkgestemde landen gewoon toch kijkt of je snelheid kan maken. Mevrouw de staatssecretaris. Ja, voorzitter. Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als voor het punt waar ik het net met de heer Hammelburg over had. Wij doen dat ook al volop. Dus op het gebied van microplastics zijn wij zeer ambitieus. Net omdat we ons realiseren dat we heel erg afhankelijk zijn van andere landen. We hebben het vaker erover gehad. Water stopt niet, rivieren stoppen niet bij de grens van het land. Sterker nog, wij zijn vaak het laatste land waar de rivier doorheen komt. Hè. Dus alles wat in Duitsland of Frankrijk of verder weg nog in rivieren terechtkomt, dat komt uiteindelijk ook door Nederland, om maar eens één voorbeeld te noemen. Dus het is heel erg van belang voor ons om in Europees verband afspraken daarover te maken. Dus wij zijn al volop bezig om ook samen met koplopers, met andere landen, te kijken hoe we dat pakket zo ambitieus mogelijk kunnen krijgen. Mevrouw Mulder, tevreden? Nee, maar ik kan het ook niet zeggen van het zit daar en daarin. Dus dat is dan mijn tekortkoming op dit moment. Maar daar ga ik nog eens even over nadenken richting het debat van donderdag. Kijk, misschien dat ik haar nog enigszins tegemoet kan komen, voorzitter, door ook te zeggen dat in dat pakket wat we verwachten voor de zomer, daar hoop ik ook dat we een Europees beleidspakket krijgen om onder andere microplastics afkomstig uit textiel aan te pakken. Dus dat zijn de dingen waar wij nu op dit moment mee bezig zijn. Uiteraard, hè, er moet genoeg draagvlak zijn. Daar heeft uw collega van D66 ook weer een punt. Het is belangrijk dat je natuurlijk zorgt dat je medestanders hebt. Dus je moet aan de voorkant zorgen dat je die agenda zo hoog mogelijk, die doelen zo hoog mogelijk stelt. Vervolgens kom je vaak, dat is ook waar, op een gewogen gemiddelde uit. Sommige landen zijn nou eenmaal iets minder ambitieus. En dan kunnen we op dat moment altijd nog beslissen van, ja, is dit volstrekt onvoldoende voor Nederland of willen we toch nog of kunnen we ermee leven? En als het onvoldoende is, dan kun je altijd nog ervoor kiezen om aanvullende maatregelen te nemen. Maar dan weet je wel wat het basisspeelveld is waarin je je op Europees niveau begeeft. Mevrouw Mulder. Ja, en op wat voor termijn, hè, zou dat weegmoment dan zijn? Want ik denk dat we daar als Kamer gewoon wel behoefte aan hebben, want anders dan
gaat hij in een brief misschien zo ongemerkt voorbij. Nou ja, dat zal wel niet hoor, met deze Kamerleden. Maar dat we nog eens even goed met elkaar afwegen. Ja, dat pakket waar ik het net over heb, dat komt voor de zomer. En wat ik sowieso altijd doe, is op het moment dat er voorstellen zijn, dan worden die altijd ook aan de Kamer toegestuurd. Mm-hmm. En zoals ik deze commissie ken, wordt het vervolgens ook heel erg snel geagendeerd en besproken. En wordt ook gekeken of we kunnen leven met de voorstellen zoals die in Europa worden voorgesteld, of dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Maar het is gewoon niet slim om in aanloop naar Europees beleid dat er aan zit te komen, om dan al Nederlands beleid te gaan maken. Want het gaat vaak ook nog sneller als we dan gewoon het Europees beleid in eerste instantie afwachten. Meneer Hammelburg. Ja, toch een hypothetische vraag. Dan weten we dat gelijk. Stel, we weten van een aantal maatregelen die aanstaande zijn, dat daar die minimale basis, dat daar wel overeenstemming op te vinden is in Brussel. En daarbovenop zitten er altijd een aantal kritieke punten waarvan sommige lidstaten zeggen, nou laten we dat maar niet doen, en andere lidstaten zeggen, dat doen we liever wel. Is de staatssecretaris bereid om die minimale standaard, waarvan we toch al weten dat het eraan komt, om die alvast vooruitstrevend in voorbereiding te nemen, zodat we daar geen vertraging mee oplopen? Bent u daartoe bereid, excellentie? We zullen natuurlijk, zodra die regelgeving er is, dan geldt die. En dan zal die ook uitgevoerd worden. Wat wel van belang is, is om dan op dat moment zo snel mogelijk te kijken van, is dit voldoende? Zijn er nog aanvullende zaken die we doen? En het is natuurlijk ook niet zo dat we, bijvoorbeeld als je kijkt naar afvalverwerking, daar zijn wij in Nederland heel erg goed in, hè, huishoudelijk afval en de scheiding daarvan. En noem het allemaal maar op. Maar dat zijn dus onderwerpen waar wij al meer doen dan het landelijk of dan het Europees gemiddelde. Maar waar we aanvullende maatregelen kunnen nemen en waar die ook impact hebben, zullen we dat ongetwijfeld ook in deze commissie weer voorleggen en kijken wat er wel mogelijk is. Meneer Hammelburg, ook u, vijfde interruptie en laatste interruptie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat is natuurlijk het risico van een hypothetische vraag. En dan krijg je ook een hypothetisch antwoord. Maar als ik hem samenvat, zegt de staatssecretaris, nee, meneer Hammelburg, we wachten echt Europa af en dan gaan we implementeren. En dan kunnen we nog kijken of we aanvullend iets willen doen. Maar voorafgaand, niet alvast beginnen met het implementeren van de dingen waarvan we zeker weten dat ze toch al uit de Europese richtlijn gaan komen. Ja, dat klopt, maar dat betekent niet dat we in de tussentijd stilzitten. Hè. Ook als wij geen regels implementeren, dan zit bijvoorbeeld ook het bedrijfsleven geenszins stil. Die zetten ook allerlei stappen. Die zien ook wat er aankomt. Dus het is natuurlijk ook zo dat wij een schakel in de hele keten zijn. Wat dat betreft zie ik ook hele mooie initiatieven al gebeuren. De ambities van deze Kamer zijn ook helder op het gebied van het programma Circulaire Economie. Er zal ongetwijfeld nog heel veel over gesproken worden, of dat scherp genoeg is, of dat daar nog wat dingen een tandje minder zouden mogen. Want er zijn ook partijen die nemen over het algemeen niet zozeer deel aan deze commissie. Die misschien daar een andere mening over hebben. Uiteindelijk gaat het erom dat er een gedragen verhaal komt, waarbij we niet alleen maar een meerderheid hebben in de Kamer, maar waarvan we ook zeker weten dat dat op draagvlak kan rekenen bij het bedrijfsleven, bij de samenleving, dat het betaalbaar blijft en haalbaar is. Dank u wel voor de beantwoording. Hey. Ik heb nog een blokje overig, voorzitter. Het laatste blokje, ja. De heer Haverkort die vroeg hoe het staat met het overzicht van belemmerende regelgeving. Ik heb in mijn reactie aangegeven dat ik me inzet voor duidelijkheid voor de afvalstatus op nationaal en Europees niveau. En dat ik wet en regelgeving die te weinig circulaire bedrijfsmodellen bevorderen of regelgeving over uitverkoop zal inventariseren. Die inventarisatie die ben ik nu aan het maken en die verwacht ik voor het eind van het jaar aan de Kamer te kunnen toesturen. En voor voedselcontactmaterialen. Wat zeg je? Hetgeen niet zoveel te maken heeft met textiel, loopt een ander onderzoek en dat verwacht ik voor de zomer.
Dan de reparatie waar meneer Haverkort om vroeg van kleding. Dat is natuurlijk altijd duurzamer dan het vervangen van een product. En het is zeker niet altijd duurder dan een nieuw product aanschaffen. Ik geloof dat mevrouw Hagen daar ook al net een opmerking over maakte. Maar bij goedkope kleding kan vervanging natuurlijk wel goedkoper zijn dan repareren. En dat is ook onderdeel van het probleem. Circulaire oplossingen zijn daardoor niet altijd even aantrekkelijk voor de consument. En dat vraagt om een systeemverandering waar we hard aan werken. Daarover staat ook het nodige in het Nationaal Programma Circulaire Economie. En op 22 maart heeft de commissie een voorstel over reparatie gepubliceerd. En daarin staan ook maatregelen die reparatie van producten toegankelijker en goedkoper moeten maken. En we spreken daar donderdag nog uitgebreid over in de volgende commissievergadering. Mevrouw Mulder die vroeg hoe het zit met de afvalstoffenheffing en hoe we ervoor zorgen dat de rekening voor inwoners niet hoger wordt. Ik ben bezig om met de hele keten te werken aan efficiënte inzameling en slimme sorteertechnieken. Het doel is om te voorkomen dat recyclebaar afval wordt verbrand. Wanneer dat lukt, kan dat ook leiden tot lagere lasten voor bewoners. Al hangt de precieze hoogte van de afvalstoffenheffing natuurlijk wel af van het specifieke geval. En ook zullen er altijd kosten blijven voor inzameling en ook voor de verwerking van afval. Want gemeenten gaan uiteindelijk over de verdeling van de gemeentelijke afvallasten. Dan had mevrouw Mulder nog een vraag over of ik pleit voor normen voor duurzaam textiel. Ik sta voor een goede mix van normeren, stimuleren en beprijzen. En waar het kan, doen we dat op Europees niveau. De ecodesignverordening die biedt voor textiel veel kansen ook daarvoor. Mevrouw Bousselik die vroeg hoe het zit met dumping van afgedankt textiel in andere landen. Nou ja, daar hebben we het net ook al over gehad. Wordt een onderzoek gedaan door Rijkswaterstaat, ook naar aanleiding van signalen die wij hebben ontvangen. En de resultaten daarvan die worden dit jaar verwacht. Even kijken. Mevrouw Van Esch die vroeg nog hoe het staat met de landelijke campagne Tweedehands Kleding. De afgelopen 2 jaar heb ik een campagne gevoerd om aandacht te vragen voor tweedehands kleding. Eind vorig jaar heb ik de Kamer geïnformeerd dat de effecten van die campagne worden geëvalueerd en dat ik de Kamer daarover informeer in de jaarlijkse voortgangsrapportage. En die wordt voor de zomer nog aan de Kamer toegestuurd. Misschien nog heel even iets om over te filosoferen, want ik heb begrepen, ik heb er zelf nog geen mening over kunnen formuleren, want ik heb het stuk zelf nog niet gezien. Maar er wordt ook intern gedacht aan een campagne om ook verschuiven van alleen maar naar tweedehands kleding, maar ook naar het minder kopen van kleding. Dus dan zit je nog hoger op die ladder, dat is waar we het net ook al over hadden. Dus wellicht is dat nog iets om even donderdag al van de commissie van te horen of dat een denklijn is waar jullie in kunnen vinden, dan kan ik daar ook rekening mee houden en het voorstel dat ik binnenkort krijg voorgelegd. Dan had mevrouw Van Esch nog een vraag over de BTW op reparatie van kleding, of die kan worden afgeschaft. Op de reparatie van textiel en schoeisel is nu een verlaagd BTW-tarief van toepassing van 9%. Vragen over BTW en de afschaffing ervan, dat is weer een verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Financiën. Want die is primair verantwoordelijk voor de BTW-regelgeving. Dus wellicht dat mevrouw Van Esch nog even zou kunnen schakelen. Of van met de woordvoerder binnen de fractie die weer in contact staat met de staatssecretaris voor Financiën of anderszins. Misschien is ze dat zelf wel. De woordvoerder, nee. Oké. Dan nog mevrouw Van Esch over de openheid over data, over gebruik van dierlijke producten voor kleding. Ik erken dat dat een belangrijk thema is. En een betere informatievoorziening en transparantie is van belang. De herkomst van dierlijke producten moeten we niet anders behandelen dan bijvoorbeeld van katoen. En als de herkomst van dierlijke producten, die is wel moeilijker te achterhalen eigenlijk. En in samenwerking met mijn collega van LNV pleit ik ervoor dat bij kleding wordt aangegeven, als het van dierlijke herkomst is, dat dat ook zo is. En zoals eerder aangegeven zal ik bij de herziening van de verordening voor textielvezelbenamingen de Europese Commissie oproepen om dat ook meer specifiek te maken. En de publicatie van die Europese herziening wordt in het 4e kwartaal van dit jaar wordt die verwacht. Dank u wel. Excuses, ik krijg wel het gevoel dat er nu een toezegging wordt gedaan om hier weer opnieuw voor te pleiten en ook terug te komen. Dus ik zou het graag even willen vastpinnen
Zodat ik ook weet of ik wel of niet tegen motie over moet indienen. Nou, dan, als er een brief over komt, dan noteren we dat als een toezegging. Ja, wat ik zei is dat ik ervoor pleit. Hè, er is een Europese herziening en daarin pleiten we ervoor dat er op een andere manier wordt omgegaan met die specificering. En dat wordt in kwartaal 4 verwacht. En dan weten we dus ook of onze lobby wat dat betreft zin heeft gehad of niet. En of dat in dat stuk komt of niet. Daar komt nog een BNC-fiche over, hoor ik nog. Waarvan acten? Dat is duidelijk. Mevrouw Mulder die moet zich na deze termijn excuseren, want ze heeft dringende andere verplichtingen. Maar het maakt haar het besluit iets gemakkelijker, omdat natuurlijk aanstaande donderdag vindt het debat plaats over het Nationaal Programma Circulaire Economie. En daar kan zij eventuele openstaande punten meenemen. Mevrouw Mulder, bedankt dat u toch aanwezig wilt zijn, ondanks uw drukke programma. En heel veel succes verder gewenst. U bent hier ontheven van uw verplichtingen. We gaan schorsen tot 13:30, want er zit ook een lunchpauze bij. En meneer Haverkort heeft nogal lang daarvoor nodig. Dus vandaag dat we zien elkaar hier om 13:30 terug voor de tweede termijn van de Kamer. Mevrouw Van Es? Kan het niet gewoon een half uurtje zijn? Ik vind dat wel, zou toch genoeg moeten zijn? Maar wat mij betreft gaan we nu gewoon door. Maar goed, als er behoefte is aan lunches, is het prima. Maar dat kunnen we toch ook in een half uurtje wel? Meneer Haverkort, dan kijk ik naar u. Want u hebt altijd het langst nodig van ons. Dus, ja. Ja, voorzitter, ik leef niet op die tukkoekjes die u naast u heeft liggen. Wat zijn het? Van die krakeling dingen. Dus ik vind goed eten belangrijk, maar ik vind het thema hier ook belangrijk. Dus als we onszelf een plezier doen om 12:15 terug te zijn, heb ik daar enkele moeite mee. Zijn de staatssecretaris en mevrouw Hagen dan mee eens? Ja? Ja, dan zien we elkaar terug om 13:15. Dat heeft hij wel mooi afgetikt, mevrouw Van Es. Tot zometeen. Smakelijk eten. Gezegende lunch.